Het kerstverhaal. Een heel tijd leien in het land van Israël was er eens een jong wijfie. Het was een pittig ding. Hun karo was Jozef, dat jooie dat zo verschrikkelijk timmeren kon. Toen beurde het zomaar op klaarlichte dag. Het zonnetje scheen. Opeens kwam er een engel aanvlogen met een onwijze hang. Hij zei: "Wees blij, Maria, je bent een gezegend wijfie. God kijkt naar je." Maria schrok, maar de engel zei: "Vrees niet, meisje, je krijgt een kleintje, een jooie. Je moest hem maar Jezus noemen." Maria zei: "Dat is best." Jozef moest naar Bethlehem van keizer Augustus. Omdat Maria zwanger was en Jozef lovenbienen had, namen ze de ezel mee. Vele dagen liep Jozef naast de ezel terwijl Maria mooi zat. Ze genoot verschrikkelijk van de reis. Toen zij in Bethlehem kwamen, was er een zoot volk, een hele zoot. Het was verschrikkelijk rumoerig en Jozef ging eens vragen of ze ergens konden slijpen, want Maria was verschrikkelijk loof. Maar de herbergier zei: "Er is hier al zat volk te waskip. Ik heb geen bedstee meer over. Maar verderop is een skyperboetje, misschien is het wat." "Nou, we zullen eens kijken," zei Jozef en ging weer met zijn loove Maria op roet. Het was laat in de avond dat ze het skyperboetje vonden. Diezelfde nacht werd er bij de oors en de ezel het jooie geboren. Maria had het in doeken leid en Jozef had het in een drinkbak zet. Hij had het met hooi vult. Diezelfde avond, alleen heel erg raars, waren de herders sterke verhalen aan het vertellen, terwijl ze op hun skyper letten. Er was zo ineens die engel weer, maar nou met een verschrikkelijke lichtglans. De herders schrokken zich dood, maar de engel zei: "Schrik niet, ik breng een boodschap. Gisteren is er een jooie geboren, de redder van het volk. Reis naar Bethlehem en je vindt het in een vust met hooi." Zo ineens was de engel ook weer strooid. Na diezelfde nacht gingen de herders op pad en namen de schijpen mee. De herders zagen al gauw een boetje met licht. Daar zagen ze Maria en daar lag het jooi ook. De herders hadden wat simpele prultjes meenomen, zoals schijpenmelk en schijpenwol, aasvatte het jooie kou. Maria en Jozef waren schoftig blij met al die prultjes en ze dachten: "Zouden we nou toch een bijzonder jooi hebben?" En bijzonder was hij. Diezelfde tijd, alleen heel erg zaas, waren er drie wijzen uit het oosten. Ze waren goed bij de tijd. Ze konden sterren en daarom wisten ze dat er een jooie was geboren. Een koning redde van het volk. Ze volgden het lichtje naar Jeruzalem. In Jeruzalem vroegen ze: "Waar is het pasgeboren jooie, het koningskind? We hebben het ster volgd, maar we zijn hem strooid." Een heel belangrijke koning Herodes wilde ook wat prultjes schenken. Dus hij zei: "Ga dat jooie zoeken." Toen deze wijzen weer op weg gingen, zagen ze de ster weer. Ze waren hem dus niet strooid. Eindelijk kwamen ze bij het boetje en ze keken naar het jooie. De oudste rijke gaf wat goud, de tweede bracht wierook en de leste geurige mirre. Jozef was na zo'n dag erg loof geworden en ging op tijd slijpen. Hij had een droom. De engel sprak: "Koning Herodes, wilt u jooie doodmaken? Neem je wijf en kleintje mee en vlug naar Egypte. Blijf daar totdat ik zoiets heb dat je terug mag komen." Toen Herodes dat merkte, was hij woest in zijn barst. Hij was verschrikkelijk woest. Herodes stuurde het hele land door met wat sterke mannen. Maar Maria en Jozef waren vlucht. Jozef en Maria maakten een verschrikkelijke barre reis naar Egypte. Toen ze daar kwamen, leefden ze daar lang en blijd.